dat kan. En als je daar heel veel geluk hebt, dan vind je oude dukaten of florijnen. Dat is natuurlijk wel erg leuk als je die kan vinden, maar dat komt maar zelden voor. Hier zit wel wat. Ja, maar ik denk... Is het aan de onderkant van de kap? Ja, dit is een kleine. Ik wilde dit vinden. Mag ik proberen? Ja, het zit... Het Archeologisch Museum Baduhenna in Heilo organiseerde op 15 juni tijdens de Nationale Archeologiedagen 2024 een leuke activiteit voor de kinderen. Eigenlijk zou er een veld vol met archeologische dingen afgegraven worden met de jongeren van Heilo en omstreken, maar door het aanhoudende slechte weer is deze activiteit naar binnen verplaatst. Het werd nu uitgebreid met het samenstellen van scherven tot een kopje of een bord. Tijdens de Nationale Archeologiedagen was het Archeologisch Museum Baduhenna geopend op zaterdag 15 juni van 1 uur 's middags tot 5 uur 's middag. De toegang was geheel gratis. Wil je ook een keer langskomen? Dat kan. Je vindt Archeologisch Museum Baduhenna op het landgoed Willy Brodders aan de Kermerstraatweg 464 in Heilo. Ja, wat heb je gevonden? Een muntje van 1 cent. Heel goed voor jou. De Spaanse zilvervloot met de Hollandse zilvervloot. Ja. En hoe weet je nou wat erbij hoort? Hoe zie je nou wat bij elkaar hoort? Ja, kijk. Dit is van mij. Hier zitten allemaal streepjes op. Oh ja. En hier zitten ook streepjes omheen. Ja, hier ook. Volgens mij weet ik. Hier ook. En hier ook. En kijk. Hier ook een streepje. En een randje. En hier zit ook zo'n zelfde. Nog kijken of je nog meer streepjes kunt zien. Of je nog meer streepjes kunt zien. Goed, knippen de rest even. En dan haal je het er weer vanaf. En als het goed is, blijft het er dan op zitten. Kijk, nou blijft hij zitten. En dan doe ik een beetje zo. Pak je maar op. We kunnen ook eerst even in het museum kijken. Okay. Ik ben Jeroen Guts en ik ben vrijwilliger bij Museum Baduhenna in Heilo, in de cultuurkoppel. En eigenlijk waren we van plan om buiten bij het graafveldje archeologische opgravingen te doen met de kinderen. Dat betekent dat er dingetjes in de grond zitten, muntjes, botjes en wat scherven. En die mogen ze dan opzoeken, maar vanwege het weer zijn we naar binnen gegaan. En dan hebben we hier allerlei opstellingen gemaakt met puzzeltjes. En ze kunnen scherven plakken en ze kunnen muntjes zoeken met de pinpointer in het zand. En we hebben dus ook het museum kunnen we bezichtigen. Okay. Hier ben ik met een weefgetouw bezig. Hier gaan we dus op de ouderwetse manier weven, zoals misschien een paar duizend jaar geleden. En dan komen we... hebben we hier een stok en daar zijn allemaal gleufjes in. En die komt dan hier te hangen. Er komen draden doorheen. En als die draden dan met weefgewicht op de grond hangen, dan kennen de kinderen doorheen weven. Dit is een houten naald. Vroeger hadden ze natuurlijk niet van die mooie naalden. En dit is schapenwol, wat al enigszins geweven is. En dan hebben we hier een proefopstelling. En dan kennen we met die naald. Kennen we zo weven. En dan kun je weer terug. En dit is dus een beetje de bedoeling. En dat gaan we met allerlei soorten wol zijn we dat van plan. En dan mogen de kinderen mogen een draad weven op het grote weefgetouw. En dan mogen ze een naam mogen ze noteren. En als het kleed klaar is, dan maken we een oorkonde. Bij het kleed, waar alle kinderen op staan die eraan meegewerkt hebben. Deze schaal bijvoorbeeld is het waarschijnlijk een waskom geweest.
Als je goed aan de bovenkant kijkt, dan zie je dat die rand enigszins weg is. Dat het is de uitschenkopening. Deze die hebben we dus gerestaureerd. Dus goed gekeken waar de scherven zouden moeten komen. En die hebben we dan in die schaal geplakt en gedaan. En daarna is het, de ontbrekende delen zijn aangevuld met klei. Die grote delen, daar hebben we een metalen pen in gemaakt. Aan de rand en aan die kant ook, om de stevigheid erin te brengen en wat de vorm goed is. Daarna hebben we hem langzamerhand opgebouwd en met klei aangevuld en geschuurd totdat we dit resultaat hadden. Had hij nog eerst gebakken? Nee, het is gewoon met handklei is het gemaakt, dash. Ja. En de scherven zijn gelijmd met houtlijm. Dit heeft als voordeel, ten eerste lijmt het goed, ten tweede het droogt kleurloos op. En als het niet goed is, dan kun je het in een bak met water doen. En dan gaat het los en dan kun je het opnieuw proberen als het mislukt is.